En heel veel bedrijven die hebben iemand die dan moet zorgen voor genderneutrale toiletten. Dus dan kom je op een toilet en dan heb je zo'n genderneutrale. Heb je dus zo'n urinoir hangen en dan heb je dus ook een hokje. En dan mogen mannen. Ja, ik heb al meerdere van die wc's gezien. Ja, we hebben het daar eerder over gehad. Ik heb al lichaam jaren naar de dames wc. Dus wat dat betreft ben ik ook. Ik ben er volledig genderneutraal. Ook voordat dit beleid er was? Al lang, al jaren. Maar omdat je dan je vergist of bewust? Ik heb A, een hekel aan pisbanken. B, ik vond de dames wc altijd veel netter eruit zien dan de heren wc. Het ruikt ook beter, ja. Ja, dus dat deed ik. En soms tref je dan een dame, die dan staat daar voor de spiegel de wimpels op te poetsen. En dan, ja, dan moet je even uitleggen hoe het zit. En ik heb wel eens gehad dat er iemand zei van donderop. U heeft hier niets te zoeken. Maar vaak hebben ze wel begrip voor mijn overwegingen. Dus dan heb je vaak is er gewoon niemand natuurlijk. Wat zeg je dan tegen die mensen? Ik leg uit wat ik nu aan jou uitleg. Dat ik een hekel heb aan pisbakken. Dat vind ik een vernederend verschijnsel, moet ik je zeggen. Maar dan kun je toch ook een hokje gaan bij de mannen? Ja, maar dat kan. Maar daar is het dan vaak veel smeriger. Vaak, het is ongekend. Ik soms in sommige wc's in Nederland denk ik ben in de derde wereld. Man. Ik weet natuurlijk voor het eerst in Hongarije kwam. Lang, lang geleden gingen we kennis opzoeken. We hebben het hier over de vroege jaren 70. De wc's ook van de horeca in Boedapest. Dat is verschrikkelijk gewoon. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe kom je daartoe en hoe organiseer je het dat je de stront ook uitgebreid aan het plafond smeert? Ga je dan op de bril staan en heb je een schepje waarmee je het zo op het plafond plamuurt? Ik heb vaak genoeg tegen mijn vrouw daar gezegd, joh, we kunnen hier echt niet naar de wc. We moeten het even ophouden tot we thuis zijn bij die kennissen. Waar het er wel normaal uitzag. Het is onbeschrijfelijk smerig gewoon. Ik moet zeggen, het was ook ongespot goedkoop allemaal. Ik kon de hele maaltijd voor omgerekend 10 piek eten. Die forint was helemaal niets waard. Heb je niet mijn oma had altijd natte doekjes bij zich? En dan ging ze eerst het toilet even poetsen voordat ze ging zitten. Heb je dat niet? Nee. Nou, niet in Hongarije in ieder geval. Het enige land waar ik ooit zulke vieze wc's heb gezien was de Verenigde Staten. Maar dat was in de trein. Ja. Ook in Nederland was het in de trein ook vaak een heel dubieuze aangelegenheid. Ja, dan plak je billen wel als maar je maar bijvoorbeeld de normale intercity wat ik toen deed. Van New York naar Washington. Nou, dat was niet om aan te zien. Echt verschrikkelijk. Ja. Dus ja, was natuurlijk een fout van mij. Ze hadden daar zo'n Dreamliner of Interliner, weet ik, lopen. Maar ja, dat wist ik veel. Dus ik had er gewoon een Intercity genomen. Ja, treinen zijn altijd heel erg. En op het station trouwens ook. Ook dat. Dan ga je ook liever niet naar de wc, toch? En in vliegtuigen? Nou, in vliegtuigen is mijn ervaring is het meestal wel schoon, ja. Even, omdat natuurlijk het wordt ook al met kracht. Wordt het zo weggezogen. Je weet hoe ik over vliegtuigen en wc's denk. Dat je in die white bodies. Als je niet in de eerste klas zit. Tom Jan de Heer trouwens. Ja. Hoe zou het met hem zijn? Hè? Hij heeft wel een soort schrijfpauze. Of zou hij grote researchstukken doen? Hij loopt wel kwiek, vind je niet? Ja, dat klopt. Hij heeft oortjes in, dus hij is iets aan het luisteren. Ik denk een NRC-podcast. Ah, hij zit er echt een tempo in, hoor. Of muziek, dat zou kunnen, dat hij daar zo hard loopt. Als ik het zo zie, werkt hij aan een lang en schokkend artikel voor de kwaliteitskrant. Over Rutte? Ik hoop het. Ja. Ik hoop het, eerlijk gezegd. Ja, waar blijven steken op de wc's. Wc's, ja. En dan ben ik vergeten wat ik over die wc. Ja, vliegtuigen. Oh ja. Ja, als je dus in economy class zit, is er kennelijk een soort moment ergens halverwege de oceaan, in richting Amerika natuurlijk. Dus daar heb ik de meeste ervaring mee. Dat alle mannen naar de wc moeten. En dan zijn er gewoon veel te weinig wc's aan boord. Dus dan sta je in een lange rij. En dat is mij ook wel eens overkomen. Ja, dat bleek een mevrouw. Samen met twee kinderen op de wc te zitten, zich verschanst had. En die hadden alle drie diarree, of in ieder geval verschrikkelijke verschijnselen. En ja, daar sta je dan te wachten terwijl je nodig moet. Ik heb nooit verteld en toen besliste ik dat ik dan maar naar de wc's van de eerste klas zou gaan. Dat heb je niet verteld. Oh, dus dat deed ik. Ik ging naar de wc's van de eerste klas. En dan werd ik onmiddellijk, werd ik daardoor
werd ik daar teruggestuurd. Dat kon niet. Ze hebben daar wel 3 wc's of zo voor die eerste klas. Extra grote, denk ik dan? Nou, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval is daar. En dus ja, ik kan alleen maar zeggen, en dit was volgens mij, ik ben vrijwel altijd met de KLM overgevlogen, zorg voor meer wc's voor mensen uit de economy class.